Over een paar weken begint de basketbalcompetitie. Een aantal dingen is niet veranderd in Den Helder. Ze spelen nog steeds in de Noordkop en coach Jean-Marc Chaumin blijft een fanatiek baasje. Wat wel is veranderd is de samenstelling van het team. Een groot deel van de spelers is nieuw en ook financieel is de ploeg erop achteruit gegaan. Er zit perspectief, er zit er toekomst. De fundering staat er en de besturing doet alles. En ik zeg echt alles om de situatie gezond te houden. De coach heeft vertrouwen in het bestuur, maar heeft wel een pas op de plaats moeten maken. Toch ziet Chaumin de toekomst positief tegemoet. We moeten vanaf nul beginnen. Maar oké, er zit muziek in, de weg is nog lang. Woensdagavond oefende Den Helder tegen het sterke Limburg United. En we pakken de wedstrijd op aan het begin van het derde kwart. Wat niet goed begint voor Den Helder, want de bal gaat lekker rond bij de Belgen. Hier een open lay-up en zo wordt de voorsprong van de Belgen een beetje uitgebreid. Beide ploegen gingen rusten met een 39-35 voorsprong voor de ploeg uit België. Hier een driepunter en zo bouwt die ploeg uit Hasselt de voorsprong uit. Hier Barry Stewart met een heel mooi blok, maar de scheidsrechter ziet er een fout in. En Den Helder krijgt twee vrije worpen, die worden benut. En aan het eind van het derde kwart denkt een Belg, weet je wat, ik ga eens proberen te dunken. Maar dat lukt niet. 63-53 aan het begin van het vierde kwart. Die Belgen gaan gewoon lekker verder. Seamus Boxley. Chaumin neemt een time-out, want dit kan hij niet langer aanzien. Nog een score voor Den Helder, maar het verzet lijkt gebroken. Zo ziet ook deze fan van Den Helder. Patrick Hieleman nog met een tweepunter, nieuwkomer in Den Helder. Zijn we beland in de slotfase van de wedstrijd. Wat gebeurt hier? Alley-oop, Barry Stewart van Limburg United. Mooie actie. Laatste schot van de wedstrijd wordt genomen door de Amerikaan Brandon Frazier. Wat doet hij? Valt hij? Valt niet. Den Helder verliest deze oefenwedstrijd met 88-77 van Limburg United.